Jan Bal en Daniel Seers hebben een reële kans om een eerste, voor Jan dan, eerste internationaal kampioenschap mee te doen, het TK junioren. De norm ligt binnen bereik, maar het is teamkamp, dus je hebt niet veel kansen. Dus het zal direct raak moeten zijn. Jan heeft afgelopen winter toch wel getoond met dat BR in zaal dat hij een fameuze stap vooruit heeft gezet na die kleine ontgoocheling van vorig jaar. En van Daniel is het een beetje koffiedik kijken wat hij waard zal zijn, aangezien hij deze winter niet in actie is gekomen. Ja, ergens hebben ze wat een gelijkaardig parcours doorlopen, aangezien dat Daniel ook 2 jaar geleden ook op de indoor meerkampen een zeer sterke prestatie heeft neergezet. Dit jaar was het Jan. Vorig jaar bij Jan, hij had last van een kleine blessure in de zomer, waardoor dat hij niet helemaal op zijn waarde heeft gepresteerd. En bij gevolg de kwalificatie voor het WK junioren nipt heeft mislopen. Dit jaar denk ik dat de kaarten er iets beter voor liggen. Dat hij in principe zich wel zou moeten kunnen plaatsen. Maar natuurlijk, ja, net zoals daarnet, blijft meerkamp, blijft topsport. Dus in één stuk blijven en gewoon uw ding doen, dat is de beste zaak. Ja, de komende weken, dus volgend weekend nemen ze deel aan de meerkamp in Herentals, de eerste dag, om wedstrijdritme op te doen. Om eigenlijk 2 weken nadien op de meerkamp in Bernhausen, waar we vorig jaar ook naartoe geweest zijn, om daar eigenlijk de kwalificatie af te dwingen. En dan is het werken richting het EK. Ik denk dat ze in de eerste plaats hun persoonlijk record moeten kunnen behalen. Ik denk dat zeker binnen de mogelijkheden ligt. De planning is ook afgestemd om daar op hun best te zijn. Dus Bernhausen zien we als een opwarmer. En om effectief gewoon die kwalificatie te behalen. En dan kunnen we fine-tunen richting het EK. Dus een PB is denk ik de eerste zaak. En ja, de plaats, dat zullen we wel zien op dat moment. Ja. Is er ook al een meer lange termijn visie, lange termijn plan met onder meer een WK junioren volgend jaar, waar Daniel nog kan aan deelnemen, maar ook, ik denk maar, een EK in Parijs, waar Jan eventueel al een kans kan maken? Hè? Ja, ik denk dat inderdaad, er is een meerjarenplan. Er is een ontwikkelingstraject wat uitgewerkt, min of meer, tot richting 2024. En de eerste tussenstap of de eerste grote tussenstap bij de senioren, denk ik, is inderdaad een EK indoor binnen 2 jaar, dacht ik, dat effectief wel binnen de mogelijkheden ligt. Waarom niet? Ik denk dat ze daar zelf allebei aanwezig zouden kunnen zijn. Maar we gaan beginnen bij het begin. De eerste grote afspraak is nu deze zomer. En dan van daaruit werken we verder richting die senioren. Hè. Ze dromen allebei van de Olympische Spelen. Is dat dan ook als coach een droom? Zeker en vast, ja. Het is toch een bepaalde mijlpaal dat je als coach toch wel een keer wilt gestaan hebben. Atleet als coach, dat blijft toch iets mythisch. Het is maar om de 4 jaar, dus een belangrijke afspraak. Maar ik denk dat er wel nog veel kansen zullen volgen om daar te geraken. Ja. Wat verwacht je van de Belgische meerkamp in het algemeen eigenlijk deze zomer? Met onder meer Thomas van der Plaatsen, die vorige week toch een beetje ongeluk heeft gekend in Zuid-Afrika, maar ook de terugkeer van Niels Pietonvils en Nafit Yam, die haar wereldtitel moet verdedigen. Ja. Ik denk dat de meerkamp in België het vrij goed doet. Er zijn natuurlijk nog altijd de gevestigde waarden. Met de 3 atleten die je opnoemt. En dan de jeugd die nu klaar staat om het ook zeer goed te doen. Ook Hanne Moudens behoort daarbij. Ik mag niet vergeten, nu op de indoor meerkamp waren er op dezelfde dag 3 beste wereldjaarprestaties. Dat is denk ik wel een goed teken. In het geval van Thomas, die ken ik iets beter. Hij is een zeer goede vriend. We hebben vaak contact. Ik denk dat hij eigenlijk een zeer goede doen is. Je moet gewoon tot een teamkamp komen waar dat alles gewoon normaal verloopt.
ik spreek dan nog niet over utopisch goed, maar gewoon normaal, dan krijgt hij wel een stevige meerkamp bij elkaar. Dus er zit daar nog heel wat potentieel klaar, denk ik, bij Thomas. En hij laat het elk jaar wel ergens zien. Maar nu is het aan hem om alles samen te gooien en een dik eindtotaal samen te krijgen. Internationaal gezien, vind jij Kevin Mayer de strafste tienkamper ooit of Ashton Eaton? Wat voor mij, ik vind het wereldrecord van Kevin Mayer nog iets mooier, omdat het veel stabieler is. En het is resultaat na resultaat is gewoon van het allerhoogste niveau. Bij Ashton Eaton had je gewoon enorme uitschieters, spectaculaire uitschieters. En dan een aantal normale prestaties, menselijke prestaties. Dus ik verkies natuurlijk voor de stabiliteit en het hoge niveau op de meerkamp, op elke proef, dan een aantal zeer sterke punten en dan een aantal average punten. Dus ja, Mayer. Heel erg bedankt, Cedric.